Zorgpersoneel in de stad is nog steeds erg teleurgesteld in politiek Den Haag. Een motie om ze beter te belonen sneuvelde afgelopen week. Dat voelt bij mij, maar ook bij mijn collega's echt als een zware klap in het gezicht. De afgelopen tijd rende het zorgpersoneel hun ballen uit hun broek, maakten ze vele overuren en werkten ze soms met gevaar voor eigen leven. Er kwam waardering vanuit de maatschappij met onder andere spandoeken en er werd veel en hard geklapt. Maar die waardering betaalt zich nu niet uit in structureel extra loon en dat steekt. Op dat moment werden wij gezien als helden. Maar ik had ook tegelijkertijd iets van, ja, als deze crisis voorbij is, dan treedt die pandemie van Alzheimer in. En dan zijn ze vergeten hoe heldhaftig we waren. En dat komt nu uit dus. Herman is actief FNV-lid, maar werkt ook al 30 jaar als verpleegkundige in het AMC. Met gevaar voor eigen leven hielp hij patiënten de coronacrisis door. Ik moet zeggen, dat was spannend, dat was zwaar, dat was vermoeiend ook. En toch iedere keer met de gedachte van, ja, weet je, nou sta ik hier, maar ik kan ook zomaar besmet worden. Om de zorgmedewerkers tegemoet te komen, diende Lodewijk Asscher van de PvdA een motie in voor betere werkomstandigheden. Bij de stemming afgelopen week kwam hij notabene te laat. Asscher. Afwezig. Voorzitter, ik wil daar graag voor stemmen. Ik stond daar. Nee, dat gaat niet. Ondanks dat knullige moment had zijn stem niet het verschil gemaakt. Want een kleine meerderheid was tegen de motie en dus komen er geen betere arbeidsomstandigheden voor de zorgmedewerkers. En dat voelt voor velen als een dolk in de rug. Diezelfde regeringspartijen hebben ons zo geapplaudiseerd en die vonden ons zo geweldig en zulke helden. Ja, je ziet maar wat het waard is. Dus daar ben ik wel teleurgesteld over. Zorgmedewerkers krijgen wel een eenmalige bonus van 1000 euro, maar dat zien velen als een zoethoudertje. De SP vindt dat ook en heeft een grootschalige actie op 5 september aangekondigd. Ondertussen rennen de zorgverleners net zo hard door en ook weer als er een tweede golf zou komen. Zo hard als dat we nu roepen dat we die salarisverhoging willen, zo stevig staan we er dadelijk weer als die tweede golf er is. Want dat zit in onze genen. We kunnen gewoon niet anders.